superleuk dat je kijkt naar deze nieuwe video op mijn kanaal. Happy New Year! Het is 2020 en het kon natuurlijk ook niet anders. Totdat ik een mukbang ga filmen. En ik had op Instagram eventjes een oproepje gedaan wat voor eten ik zou bestellen. Ik zag het al een beetje aankomen, maar de meeste mensen zeiden sushi natuurlijk. Maar ook best wel een aantal zeiden patat of snackbar. En toen dacht ik, weet je, ik heb nog ovenfrietjes. Dus die heb ik gemaakt. Ze zijn wel slap. Maar dat vind ik wel lekker. Dus het ziet er alleen iets minder lekker uit. Maar goed, maakt niet uit. En daarbij heb ik dus sushi besteld. Nou, als je mij een beetje kent. Ik vraag me ook echt af hoeveel sushi met mukbangs ik op mijn kanaal heb staan. Garnaal is altijd mijn favoriet. Dus ik heb hier sushi met garnaal. In het midden ligt gember. Deze heb ik nog nooit gehad van deze tent. Daar zit zalm, komkommer en avocado in. En dan lekker vissen eitjes eromheen. En dan in dit bakje. Dit is een beetje uit elkaar gevallen. Maar dit is een gunkan met tobiko. Dus visseneitjes. Ebiko. Tobiko. En dan heb ik hier nog kleine makis met tamago. Oftewel Japanse omelet. Ik heb hier lekker mijn eetstokjes. Ik heb hier lekker mijn sojasaus. Klein beetje wasabi. En ik heb voor beide frietjes mayonaise gepakt. En qua drinken heb ik water. As always. Oké. Ik weet niet of het cliché is, maar hoe was jullie jaarwisseling? Ik ben echt benieuwd. Mijn eerste weekvlog komt dinsdag weer online, dus dan kan je een beetje zien hoe het van mij was. Maar ik heb echt een gezellige jaarwisseling gehad. Afgelopen 2 jaar, weet ik eigenlijk niet. Ik weet in ieder geval dat ik afgelopen jaar alleen hier thuis was. Toen woonden Patrick en ik hier net. En Patrick die werkte in de uitgaanswereld, dus hij heeft heel veel jaren achter elkaar gewerkt op Oud en Nieuw. En dit jaar was weer de eerste keer sinds jaren dat we het samen vierden. Vorig jaar had ik gewoon echt nodig om alleen te zijn. Ik vond het echt heerlijk. Ik had gewoon best wel een heftig jaar gehad. En ik vind het sowieso altijd lekker om alleen te zijn. Ik kan het ook heel gezellig hebben met mensen. Maar mensen dachten echt, oh, ga je Oud en Nieuw in je eentje vieren? Ik heb het heerlijk gehad toen. Maar dit jaar was ook leuk en veel gezelliger. Maar ik wil eerst een frietje eten voordat ik verder ga vertellen. Dus ik doe een beetje mayo erbij. I love this. Want ik vind snackbar mukbangs ook heel leuk. Ik vind sushi mukbangs heel leuk. Slappe ovenfrietjes met sushi. Oeh, ik moet even een thumbnail maken ook, denk ik zo. Ze zijn echt rubberig, maar goed. Maakt niet uit. Het is wel verse friet, dus echt vind ik altijd zo lekker. En ik hou van slappe patat. Ik hou van patat in alle vormen. Ik vind het koud, vind ik het ook lekker. Letterlijk, vorm maakt ook niet uit. Dik, dun, lang, kort, krullend. I don't care. Mijn lievelings zijn wel die van de McDonald's. Het is best wel gek om patat te eten, terwijl je sushi ruikt. Maar de eerste sushi die ik ga nemen is deze. Ik hoop dat jullie het kunnen zien. Ik heb voor het eerst dat ik in deze slaapkamer film. Ik wil overal zo ver op ingaan, maar ik wil ook heel graag deze proeven. Dus dat ga ik eventjes doen. En ik ga eventjes een thumbnail maken. Dus een moment. Dit is trouwens de derde keer dat ik bij Genki heb besteld. En ik moest €21 betalen. En ik weet nog wel dat ik volgens mij... Ik vraag me af hoe lang deze tent hier al zit. Maar een tijdje terug had ik een mukbang geplaatst dat ik hier voor het eerst eten had besteld. Want er zijn hier dus niet zo heel veel sushi tenten. Er zijn er 2 andere, maar ik krijg er altijd buikpijn van. En toen wist ik dat deze zou openen. En toen had ik echt mijn hoop erop gevestigd. Maar toen kwam het vet laat. En het was helemaal niet zo heel lekker. En toen heb ik er dus de 2e keer besteld, ook een mukbang van gefilmd. Toen zat er vooruitgang in. Nu de 3e keer, weer een mukbang gefilmd. En het is weer wat lekkerder, dus echt top. En het eten was ook vroeg deze keer. Want de eerste keer was het echt heel laat, echt 1,5 uur of zo. De 2e keer was het 1 kwartier te laat. En nu was het 1 kwartier eerder dan wat ik had verwacht. Dus dat is echt helemaal top. Ik vind het nog steeds wel grappig dat sushi mukbang het allerpopulairst blijft. Terwijl... Helemaal niet zo. Nou, oké. Heel veel mensen houden ook wel van sushi, maar er zijn ook echt genoeg mensen die er niet van houden. Heb je natuurlijk wel een beetje met al het eten, maar... Ik ga ook echt binnenkort weer een snackbar mee doen. Goede voornemens. Ik film dit op 2 januari, de dag voordat deze video online komt. En ik was vandaag in de sportschool. En het was echt zo druk. De hele parkeerplaats stond vol. En het is ook wel een grote sportschool, dus het was niet alsof ik niet mijn ding kon doen. Maar het was wel veel drukker dan normaal. Toen zei ik ook tegen Patrick, mijn vriend. Het is misschien een beetje cliché om niet te beginnen met sporten voor heel veel mensen. Maar ik hoop dat ze het leuk vinden. Ik hoop dat ze het volhouden.
Boeien, hè? Ik ben benieuwd of jullie goede voornemens hebben. En ik ben ook heel benieuwd hoe deze sushi gaat zijn. Er zit wel een beetje veel rijst omheen. Ik vind zalm toch altijd een beetje tricky, hoor. Als dat niet vers smaakt. Maar ja, daar gaan we. Ik hoop echt dat ik het niet laat vallen en dat jullie het kunnen zien. Maar goed, ik wil weer verder vertellen. Maar ik ga eerst even deze eten. Soms zeggen mensen... Nu ben ik nog druk. Ik word straks wel wat rustiger. God. Nee. Oké, wacht. Ik ga eerst even deze eten. Ik ben altijd aan het begin van mijn video's een beetje druk. Maar ik krijg ook letterlijk de comments van je praat te veel. En dan niet eens onder een mukbang. Want ik snap dat er mensen kijken die willen je gewoon horen eten. Maar onder vlogs. En dan denk ik, ja, wat moet ik anders doen? Ik maak ook sfeerbeelden en zo. Maar het is toch de bedoeling dat ik ook met je praat? Dit is echt heel lekker. Echt zoveel beter dan de eerste keer. En ook weer wat beter dan de tweede keer. Als jij sushi bestelt, wat zit er dan altijd in jouw bestelling? Ik wissel altijd wel een beetje. Maar altijd wel iets met garnaal. Er moet altijd een sushi met garnaal in zitten. En voor de rest wissel ik wel. Ik at eerst heel veel tonijn. Nu niet echt meer. Maar laatst had ik daar weer zoveel zin in. En Sumo die heeft één zo'n spicy tuna inside out roll volgens mij. En die is echt spicy. Voor mij in ieder geval. Maar super lekker vind ik die. Heel toevallig had ik die laatst. Heel toevallig. Eet ik deze week echt 3 keer sushi of zo. Ik heb niks te klagen. Ik ga lekker een stukje gember eten. Ik heb ook niks voorbereid om over te praten. Maar dat zijn altijd mijn favoriete mukbangs. Ik vind het zo leuk om gewoon te kletsen of zo. En ja, ik heb natuurlijk ook even een tijdje geen vlogs gemaakt. Want na vlogmas had ik even een break. En nu ben ik ook weer aan het weekvloggen. En ben meteen vandaag 4 video's aan het filmen. Dus het is wel een beetje hectisch. Of nou ja, het is veel. Ik heb het overzicht nog. Het gaat goed. Deze moet ik waarschijnlijk straks ook meteen editen. Lange werkdag. Echt sport. Echt blij mee. Maar mijn oud en nieuw dus. Heb ik gevierd bij Ilan en Romy. En die heb je vast wel eens in mijn vlogs voorbij zien komen. Ik ben echt al super lang samen natuurlijk met Patrick. En ja, echt vrijwel meteen leerde ik zijn vrienden kennen. Hij was toen al bevriend met Ilan. En Ilan heeft nu ook al een tijd een vriendin. Romy. Romy en ik zijn vriendinnen geworden. Het is echt helemaal gezellig. Ik ging ook altijd met haar naar de nagelstudio. Maar zij laat geen nagels meer zetten. Dus dat is wel altijd heel sad. Maar daar hadden we dus oud en nieuw gevierd. En er zouden eigenlijk nog 2 vrienden van hun komen. Maar die konden helaas niet meer. Dus we hadden gewoon lekker hapjes en we gingen spelletjes doen. Ik heb voor het eerst Exploding Kittens gespeeld. En Cards Against Humanity hebben we volgens mij gedaan. En op een gegeven moment was het 11:15. Nou, oud en nieuw. En dus weer een keer gezellig met Patrick gevierd ook. No! Die garnaal is echt goed. Ik weet wel, de vorige keer was hij een beetje vettig. Maar hij is nu echt wel goed. Maar het was gewoon echt chill. Ik hou gewoon sowieso heel erg van feestjes bij mensen thuis. En we hadden allemaal dus lekkere hapjes. Ik heb lekker ciabatta gemaakt. Of afgebakken. En allemaal smeersels. En serrano ham. En salami. En ik had allemaal grillers nog mee. En oliebollen natuurlijk. Romy had het huis heel leuk versierd. En volgens mij gingen we om 4 uur slapen of zo. Maar het was ook echt leuk om weer een keer oud en nieuw met Patrick te kunnen vieren. En op een of andere manier heb ik wel echt altijd, als het zeg maar 12 uur 's nachts is, dan denk ik niet... Ja, ik zeg natuurlijk wel, jee, heb een nieuw jaar. Maar het is niet dat ik denk... Ik weet niet, ik voel het nooit ervan, wow, het is een nieuw jaar. Maar ik hou wel altijd van nieuw jaar, zeg maar. Frisse energie. En ik weet dat heel veel mensen dat onzin vinden. Maar weet niet, dat heb ik wel. Nou, op het moment zelf niet zo. En ja, ik weet niet. Ik zit gewoon vol met inspiratie en motivatie. En ik vind het helemaal leuk. En 2020 vind ik ook echt, denk ik, het mooiste jaar wat ik mee ga maken. Zeg maar, het mooiste klinken. Ik weet niet wat voor jaar het gaat worden. Ik hoop een heel leuk jaar. Ik hoop voor jullie ook. Maar ik vind het gewoon mooi, 2020. 30-30 ga ik niet halen.
2000 heb ik natuurlijk wat meegemaakt. Ik denk dat ik 2020 het allermooiste vind. Dus ik hoop gewoon dat het een heel cool jaar wordt. We gaan het zien. Zouden er veel mensen gaan trouwen dit jaar? Ik heb in ieder geval met Patrick naar vakanties gekeken. En ik wil naar iets warms. Met een strand. En leuke eetentjes. En ik hoop dat we dat met mijn verjaardag gaan doen. Want ik ben op Koningsdag jarig. En vorig jaar waren we voor het eerst weg op mijn verjaardag. We gingen naar Londen toe. En dat vond ik echt heerlijk. Het waren echt mijn meest favoriete dagen ooit. Ja, ik weet niet. Ik heb Koningsdag wel een beetje uitgespeeld of zo. Ik ben naar festivals geweest. Ik ben in verschillende steden geweest. Naar de kermis, naar marktjes. Naar gewoon door de stad lopen. Ik denk gewoon van alle feestdagen in Nederland vind ik Koningsdag gewoon het minst leuk. En dat is ineens mijn verjaardag. Het was eerst 30 april Koninginnedag. Maar ja. Ik wil gewoon op mijn verjaardag bepalen wat ik doe. En niet dat iedereen al plannen heeft en iedereen is omgehoord. Agressieve mensen in het OV. Treinstations die ondergekocht zijn. No. Ik vind gember altijd zo lekker. Ik vind het ook heel lekker klinken. Oeh, ik heb verse gember gekocht net. Misschien ga ik weer gember shots maken. Of ik ga meer thee drinken. Ik zit tussendoor ook frietjes met mij. Die garnaal gaat ook gewoon het best samen met natuurlijk die patat. Ook al is dat niet gefrituurd. Qua smaak past dat het beste bij elkaar. Echt lekker. En er zit hier ook alleen avocado in en niet komkommer. En in die met zalm is die komkommer gewoon best wel hard of zo. Het is echt goed die met garnaal. Maar, oké. Ik zit voor mijn kledingtas. En naast mijn bed. Ik dacht, ik ga gewoon een keer een andere setting filmen. Ik film heel vaak mukbangs aan de keukentafel, maar die setting heb ik een beetje gehad of zo. En ik vind het ook heel leuk om aan de salontafel te filmen, maar dan zit ik op de grond en dan gaan mijn benen op een gegeven moment pijn doen. En ik wil gewoon comfortabel zitten, lekker de tijd voor nemen, gewoon lekker lang tafelen en kletsen. Toen ik in Amsterdam op kamers woonde, of nou ja, eigenlijk wel. Toen heb ik ook wel eens mukbangs aan mijn bureau gefilmd, dus ik dacht, weet je, we doen het gewoon weer een keer. Ook aan dit bureau. Het superkleine bureau van de IKEA. En ik gebruik hem stiekem alleen als make-up tafel. Al mijn andere werk doe ik altijd aan de keukentafel. Maar ja, misschien niet zo heel voor de hand liggen om make-up te vullen in de slaapkamer. Maar ik dacht, we gaan gewoon een keer wat anders doen. Ik ga even uit die met zalm de komkommer tikken. Het is gewoon een iets te groot stuk of zo. Nu zit er een gat in, maar goed. Hè. Beter. De zalm smaakt toch wel een beetje sterk of zo. Het zal wel goed zijn, maar ik vind het gewoon sketchy altijd. Ik wil niet dat de zalm naar niks moet smaken, maar het beste is als de smaak wat subtieler is, toch? Het is 6 uur, dus de kerktoren gaan nog wel even geluid maken. Ik ga in de tussentijd even sojasaus erbij pakken. Er staat gewoon altijd zoveel eten voor me, of zeg maar zoveel verschillende eten, dat ik niet kan kiezen. Ik ga even door. Ook al heb ik de sojasaus erbij geschonken met de patatjes. Heb ik al gevraagd of jullie plannen hebben voor 2020, ik wilde 19 zeggen. Ik heb in ieder geval echt al heel veel leuke plannen voor zeg maar video's die ik op wil nemen. En nou, ik heb dus ook al naar vakantie gekeken. Ik vind het zo leuk om gewoon door de Airbnb app te scrollen en mooie verblijven te bekijken. En ik had laatst in een vlogmas ook gevraagd van welke vakantiebestemming moet ik echt nog bezoeken. Waar jij heen bent geweest of wat er op je bucketlist staat. En ik kreeg zoveel leuke suggesties en ook hele uitgebreide reacties staat er ertussen. En er valt nog genoeg te zien, zeg maar. Ik ging op de basisschool met mijn ouders heel vaak. Of nou ja, als we op vakantie gingen, dan gingen we naar parken in Nederland. Bijvoorbeeld Centerparks. En dat vond ik vet leuk. Ik heb dus gewoon nog niet zo heel veel van de wereld gezien. En elke keer dat ik nu wel naar het buitenland ben gegaan. Ik ga even vertellen hoe vaak dat was. Hoe vaak heb ik gevlogen? Ik ben 2 keer naar Turkije geweest. Naar Londen. Naar Budapest. Naar Valencia. En ik denk dat het was. En dan ben ik nog een keer met school ook naar Keulen geweest. Ook nog een keer naar Londen, maar dat was met de boot. Ik ben ook wel naar Antwerpen geweest. Oh, en ik ben met de trein naar Parijs geweest met Patrick. Staan ook nog vlogs van online. En dat eindigde eventjes heel anders dan wat we hadden verwacht. Ik weet dat eigenlijk best wel mee. Maar de afgelopen jaren werk ik
ik zelf kan geld sparen. En ik vind het heel erg leuk om dat dan aan dat soort dingen uit te geven. Ik vond het ook echt zo leuk om een vision board te maken met Patrick. En het is heel duidelijk wat er op mijn vision board staat. Wat ik allemaal wil voor aankomend jaar. Eigenlijk een beetje rust en balans en reizen. Wat in 2019 nieuw was op mijn kanaal. Dat waren natuurlijk de week eten als video's. Ik heb een week gegeten als Kylie Jenner, als Romee Strijd, als Masha van Beauty Gloss. Ik heb een week vegetarisch gegeten. Ik denk dat het was. Nu ben ik weer een week als iemand aan het eten. En benieuwd of jullie kunnen raden als wie ik deze week eet. Die video komt 1 of 2 weken na deze mukbang online, mocht je benieuwd zijn. Zo een beetje een gekke combinatie of zo. Ik zat te denken, wat had ik ook weer nog meer als gek combinatie met mukbang. Nou ja, heel gek was het niet. Dat was toen ik kapsalon en pizza had. Maar dat was gewoon bij één zo'n... Je hebt heel veel van die tenten die gewoon van alles verkopen. Patat, snacks, kapsalon, pizza. Waarschijnlijk ook nog pasta. En daarbij bedenk ik me dat ik echt van mijn haar af moet blijven. Maar ook dat ik die video toen had opgenomen dat ik gekke toppings op mijn pizza ging proeven. Dat wil ik ook echt 2 keer doen. Maar zou ik dat dan met pizza doen? Of zijn er andere gekke combinaties die ik dan gewoon moet proeven? Ik kan wel weer een oproepje doen op mijn Instagram of jullie nog gekke combinaties dus hebben die ik moet proeven. Maar let me know of ik dat dan weer op pizza moet doen. Of op iets anders. Ik had echt gewoon gekke combinaties doen. Maar de meeste vond ik heel lekker. Zeg maar positief verrast gewoon. Oh mijn god, gember is zo lekker. Ik ben zo bang dat het uit elkaar... God. Ik ga het gewoon de sushi de schuld geven. Het zit gewoon niet helemaal lekker opgerold volgens mij. Oh my god. Ik vergeet forever om wasabi te eten. Zie je, nu ben ik al een tijdje bezig. En dan ben ik weer iets minder mega druk. En ik vind dat zo niet opmerkelijk, maar zo'n groot verschil altijd op YouTube, zeg maar, als mensen vlogmas doen. Dat super veel YouTubers die ik volg, die plaatsen dan dagelijks. En dan na vlogmas is het echt heel rustig. Mensen die heel even gewoon niks plaatsen of dan weer terug gaan naar één video en dan in één keer... Ja, ik weet niet, ik vind het vlogmas altijd zo gezellig. Er is altijd zoveel om te kijken en ik doe het meestal, Wow, praten is moeilijk. Meestal houdt mijn abonnementenbox ook wel goed bij. Ik kijk wel heel veel video's. Ik was wel lekker aan het vertellen. Maar toen viel mijn camera uit, want ik ben alweer te hangen aan het filmen. Maar ik was dus aan het vertellen over dat, na vlogmas ineens heel rustig is op YouTube. Ik hoop dat hij dat gefilmd heeft. En dat heel veel mensen ook zo'n What I Got For Christmas plaatsen. Vooral Amerikaanse YouTubers. En ik heb ook een aantal leuke dingen gehad. Dat zal ik zo even vertellen. Al die sushi's vallen uit elkaar. Ik ga eerst namelijk eventjes deze eten. Oh my god. Even zo onhandig. Oké. Wat ik voor kerst heb gehad. Ik heb niet echt dus cadeautjes gedaan. Patrick en ik hadden 1 ding gekocht voor elkaar tenminste. We hebben in december een auto gekocht. Dus we zeiden van, we gaan iets geven aan elkaar. En toen was er toch iets waarvan hij zei dat hij het leuk vond. En het was niet zo duur. Dus dat heb ik voor hem gekocht. En dat was een projector, sterrenprojector, zeg maar, dat je allemaal sterretjes door je kamer ziet op het plafond. En nou ja, ik dacht dus dat ik er eentje had gekocht die bewoog en super cool was. Maar ik had eigenlijk alleen een lamp gekocht met een kapje eromheen, waar sterretjes uitgeknipt waren. Gewoon een stilstaande lamp. En hij had wel ook een soort verschillende kleurtjes stand, maar het was niet wat ik verwacht had. Dus die gaan we even omruilen voor een andere. Tenminste, DHL probeerde dat natuurlijk weer te bezorgen. Nu moet ik het weer ophalen ergens. Het is bij iemand thuis, zeg maar, dat je het om moet halen. Zo'n pakketpunt bij iemand thuis. En die man die heeft hele andere tijden op zijn huis staan dan DHL. En het is onmogelijk. Onmogelijk om zo'n DHL pakketjes te krijgen. Maar goed. Dus die nieuwe, coolere versie ervan krijgt Patrick dus nog. En van hem heb ik Aqua di Gioia gehad. Dat is een super lekker parfum van Armani volgens mij. Hij staat daar. Ik heb mijn bril niet op, dus ik kan het niet heel goed zien. En die heb ik vroeger wel eens gehad. En dat is gewoon zo'n lekker fris parfum. De naam zegt het al een beetje, Aqua di Gioia. Dat is een beetje zo'n waterige geur. Vind ik altijd heel raar klinken, maar fris, zeg maar.
En een douchegel en bodylotion erbij. Echt super lief. Ik zei al tegen hem van, het is gewoon een goedkoop, grappig cadeautje wat ik voor jou gehaald heb, zeg maar. En dan komt hij echt met zo'n vet mooi ingepakte doos met parfum erin. En toen bij mijn vader ging ik gourmetten. En toen kwam ik helaas niet mee. Toen hebben we ook nog een paar cadeautjes gehad. We hadden een kraskalender gehad allebei. Van zo'n decemberkalender. Niks gewonnen allebei, helaas. Stond winkels 1 op 2, maar allebei niks gewonnen. Nog een paar dingetjes voor in huis. En... oh, ook nog een lekker geurtje van Hugo Boss. Allebei, ik de vrouwenversie, ik de mannenversie. Heel leuk. Heel lief kaartje. Nog een paar dingen. En bij Patrick's moeder, en ik dacht echt, oh, we doen niet aan kerstcadeautjes dit jaar. En bij Patrick's moeder kregen we per stel een lot voor de oudejaarstrekking. En toen hebben we 10 euro gewonnen. Toch nog een beetje winst. Echt super leuk. Maar ja, ik vind kerst gewoon sowieso echt zo leuk. En echt niet voor de cadeautjes. Kijk, dat is gewoon leuk meegenomen. En leuk dat het er soms ook bij komt kijken. Maar gewoon gezellig eten met z'n allen. En het tijd nemen voor elkaar. En gewoon allemaal lampjes. Ah, jullie zien niet de lampjes hierboven. We hebben balken hier in huis. En daar hebben we lampjes omheen gewikkeld. En de kerstboom en kaarsjes. En het is gewoon knus. En daar hou ik van. Deze is nog niet uit elkaar gevallen. Dat is top. Het is echt twijfelen. Of ik dit jaar mijn haar een andere kleur zal verven. Zeg maar. Harde avocado zit er hierin, zeg. In dit stukje niet, in die vorige. Ik begin echt zo vol te zitten. Maar ja, een paar maanden terug was ik echt gewoon super uitgekeken op mijn kapsel. Op zeg maar de lengte, gewoon het model. Nou ja, dus het is eigenlijk geen model. Ik heb geen laagjes, geen pony, niks. En het is gewoon mijn natuurlijke haarkleur. En op mijn haarkleur was ik ook heel erg uitgekeken. Maar de laatste tijd denk ik, nee, ik vind de kleur toch wel leuk. Maar ik heb het al heel lang zo. Ik wil gewoon proberen hoe iets anders eruit ziet bij mij. Ga ik dat doen? Ga ik het durven? We gaan het zien. New year, new me. New year, new hair. Heb je nieuw hair? Het is maar goed dat ik geen grappig YouTube kanaal heb. De laatste dingen die ik ga eten, moet ik wel natuurlijk goed kiezen. Deze laatste stukjes zijn sowieso altijd tricky. Die vallen zo snel uit elkaar. We gaan het gewoon proberen. Ik ga heel snel in de sojasaus het heel snel eten. Oké. Hoe ver kan ik nog gaan? Ik was sowieso natuurlijk... dat staat ingewikkeld. Deze eten. Helaas niet zo gevuld met vissen eitjes. Wel met heel veel rijst. En volgens mij heb ik deze andere twee keren... ah, ik weet niet. Volgens mij had ik één keer dat ik dacht dat ik deze had besteld. Toen was het met zalm. Ik weet niet of ik deze nou zo lekker vond hier. Maar goed, die vissen eitjes zitten natuurlijk ook op die met zalm. En dat smaakt ook prima. Wel heel veel rijst. En hele zoute eitjes. Nog steeds vergeten. Ik ga het eten. Wat maak je? Ik had vanmiddag sriracha. Dat was echt... ik dacht, ik eet dat wel even of zo, maar... het was een heel klein beetje maar het was echt pittig. Dat had ik gekocht omdat ik laatst zelf sushi ging maken. En toen had ik er sriracha mayonaise van gemaakt. Dat vind ik wel heel lekker. Dat was ook al best wel pittig. Maar puur. Ik volg een zo'n YouTuber die dat heel vaak eet. Remy Ashton. Ik weet niet, misschien kennen jullie de Amerikaanse YouTuber. Maar I can't. Oké. Okay. Een maki met wasabi. Best wel een scherpe wasabi. Mijn ogen waren iets groter dan mijn maag. Maar ik heb de hele avond nog voor me. Dat had ik weinig sushi had besteld. Dat is dus blijkbaar niet zo. Ik krijg het gewoon nooit goed in de oven. Nooit. Ik doe het langer erin dan het erop staat. Dus... maar... ja, ze zien eruit alsof ze echt nog wel even mogen. Vooral, er zit ook gewoon echt witte nog tussen. Als iemand de key heeft voor een goede oven patat, let me know. Want... als je je huis frituurt en maar zo'n kleine studio als dit dan, die geur blijft zo hangen. Ik bedoel, ik vind frituur hartstikke lekker.
Als je elke keer naar een snackbar gaat, is het natuurlijk ook een beetje duur. Ik wil gewoon goede overfriet willen maken. Want de smaak is wel heel lekker. Maar de textuur, ondanks dat ik van slap patat hou, daar is ruimte voor verbetering. Het is trouwens echt al heel lang geleden natuurlijk dat ik gewoon zo'n video als dit heb opgenomen. Maar normaal. Ik heb het idee dat ik heel kort gepraat heb. Ik moet er weer eventjes inkomen ofzo. Maar ik hoop dat jullie het leuk vonden. Suggesties voor andere video's, andere mukbangs, mensen waarmee ik moet filmen, kun je altijd natuurlijk achterlaten in de comments. Als je vragen hebt, let me know. Kun je ook achterlaten in de comments. Als je dat hier hebt gekeken en je vindt het leuk om mij op Instagram te volgen, dan heet ik ook gewoon allemaal Leonie. Je kan je abonneren op mijn kanaal als dat je leuk lijkt. Het kan allemaal. Het hoeft niet. Ik hoop in ieder geval dat je een hele fijne dag hebt of avond of wat je ook aan het doen bent. Dan wil ik je heel erg bedanken voor het kijken en hopelijk zie ik je snel terug bij de volgende video. Doei doei!